Want er is veel gedoe geweest natuurlijk. Hè? Er waren veel ruzies. En je hebt natuurlijk de Pieten-discussie. Die is gewoon helemaal beyond gewoon zo weird geworden. En ik bedoel, Sinterklaas had gezegd... Makkers, staakt u wild geraas. En dat klopt. Het is natuurlijk gewoon een kinderfeest. En ja, het maakt kinderen helemaal... Zwarte Piet maakt ze helemaal niets uit. Het maakt niet uit van wie ze het krijgen, als ze maar cadeaus krijgen. En het maakt ook de kleur maakt niet uit. Ook al krijgen ze het uit de blauwe klauwen van hun dode oma. Weet je, gaat gewoon... Daar gaat het gewoon kinderen om. Kinderen zijn knettergek, die maakt het helemaal niks uit. Er zijn zelfs kinderen die willen een schoonmaakset. Ik weet niet of er mensen hier met kinderen zijn. Er zit iemand op de eerste rij met kinderen, want jullie zien allemaal vrij jong uit. Jij hebt kinderen, hoe oud zijn ze? Eén kindje van 5 maanden. Eén kindje van 5 maanden. Daar heb ik dus helemaal geen flikker aan. Nee. Zo zonde. Verzin dan iets of zo. Zeg gewoon 30 of zo, of weet ik veel wat. Dat zou echt geweldig zou dat zijn. Maar je hebt nog niet, wat ga je voor de koop? Gewoon iPhone en dan laat je het daarbij, neem ik aan. Heb je de krantjes gezien, de schoonmaakset? Hebben mensen die krantjes gezien? Je kunt dus schoonmaakspullen voor je kinderen kopen. Er zijn kinderen die dat willen. Dan heb je gewoon een speelgoedstofzuiger. En die kost ongeveer evenveel als een echte stofzuiger. Weet je? Maar dan moet het kind zelf zo hu-hu-hu doen, weet je wel? Koop gewoon een echte stofzuiger. En het was, vorig jaar had je ook die speelgoedkrantjes. En toen hadden ze erbij gezet, wil jij net zo zijn als mama? En weet je, dat vond echt. En dan zag je kindje schoonmaken. En zag je kindje zo achter het aanrecht dingen snijden. Dan zag je kindje pijpen. Nee, dan geintje maar in ieder geval. Hè, zo. Dat was het. Maar ik bedoel, ik weet niet wat voor kinderen dat willen. Ik denk, zelfs als ik 1 was geweest, had ik dat niet gepikt. Dan was mijn eerste woordje niet papa, maar gewoon teringleier. Weet je? Wie wil godsnaam nou schoonmaakspullen? Ik denk, als mijn ouders dat hadden gekocht vroeger, waren ze wakker geworden gewoon met het hoofd van de hond zo naast zich, 's ochtends in bed, weet je wel? En zou ik zeggen, oh wat naar papa en mama. Maar zal ik het even schoonmaken met mijn nieuwe schoonmaakset die ik van jullie heb gekregen? Dat ik zo blij mee ben met mijn nieuwe schoonmaakset. Ik denk, als je kind dat wil, je kunt ook echt gewoon zo'n trolley met emmers en dan zo'n dweil en zo'n bezem, kun je allemaal kopen. Maar ik denk, als je kind dat echt wil, moet je dit doen, dat is heel erg leuk. Wat je moet doen is, ze hebben helemaal die schoonmaakset. Wat doe je? Dat koop je niet, maar je koopt een envelop. Niet zo heel groot envelop, ongeveer zo groot. En dan is het moment daar dat dan alle cadeaus, de grote cadeaus komen op de Sinterklaasavond. En dan pak je zo en zeg zo, oh voor jou. En dan zie je al dat kind zo, nee, weet je wel, ik wil schoonmaakset. En zo, nee, maak hem maar open, nee, maak hem maar open. En zo, een vast contract bij Rentokil. Maar die ene dag, toen wacht ik zo niks. En toen kwam ik zo met mijn vuilniszak zo. En legde ik zo neer. En ineens zwaait zo de deur open. En zei zo, hey, het is geen woensdag, asshole leier. En ik schrok gewoon. Ik schrok met de tering. Maar toen dacht ik wel, asshole leier, wat is dat een mooi scheldwoord, hè?